Turkije wil juist wel een rol in het Nederlandse integratiedebat, zegt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. Ve Hollanda'da yaşayan Türk toplumu bu kadar saldırıya maruz kaldığı zaman bizim de bu konuda hassasiyet göstermemiz son derece doğaldır. En verder het nieuws vandaag. Weer een geval van vogelgriep, dit keer in Zoeterwoude. Kleine speelgoedwinkels hebben het moeilijk. Goedenavond. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Çavuşoğlu, vindt het integratiebeleid in Nederland wel degelijk een zaak waar Turkije een rol in kan spelen. Deze week reageerde de Nederlandse regering fel op een verklaring die was verschenen op de website van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken over het integratiedebat in Nederland. Turkije moest zich niet met het Nederlandse debat bemoeien, was de boodschap van onder andere premier Rutte. Correspondent Lucas Waagmeester, jij hebt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken gesproken. Wil die hiermee het debat nou op scherp zetten? Nou, veel scherper dan van de week in die verklaring op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hier wordt het niet, hè. In die verklaring, sorry, even vertellen wat er in die verklaring werd geschreven. Dat is toch wel belangrijk, hè. Er werd gezegd, er werd gesproken van racistische sentimenten in Nederland. Er werd hele verkapte, maar toch ook wel hele duidelijke kritiek geleverd op de manier waarop Nederland omgaat met Turkse immigranten. De Nederlandse regering liet blijken daar absoluut niet van gediend te zijn, van dat soort kritiek. Deze minister zei vanmiddag, luister, ik heb absoluut geen zin om me in dit debat in de hoek te laten zetten. Wat een week. Turkije gaf zijn mening over de integratie van Turkse Nederlanders, ongezouten. Vandaag de vraag aan de verantwoordelijk minister, was dat nou nodig? Hollanda'da yaşayan Türk toplumuyla ilgili Türkiye'de görüş belirtebilir. Bu Hollanda'nın iç işlerine karışmak değildir. Bu kadar net bir şekilde söylüyoruz. Hollanda bizim dostumuzdur, stratejik ortağımızdır, müttefikimizdir. Ama her konuda Hollanda ile hemfikir olmak durumunda da değiliz. Ve Hollanda'da yaşayan Türk toplumu bu kadar saldırıya maruz kaldığı zaman bizim de bu konuda hassasiyet göstermemiz son derece doğaldır. Aanvallen. Kennelijk maakt Turkije zich zorgen over het racisme en de xenofobie in Nederland, stond deze week zelfs in de verklaring. Do you think the Netherlands is a racist and xenophobic country? No, hayır. Genel anlamda Hollanda'yı ya da diğer Avrupa ülkelerini ırkçı ülkeler olarak değerlendirmek son derece yanlıştır. Ama bu artan trendde ilk etkilenen kim oluyor? Göçmenler oluyor. Ve Avrupa'da göçmenlere baktığımız zaman yaklaşık 5 milyon Türk var. Ve göçmenler hedef alındığı zaman da Türkler ve Müslümanlar birinci sıraya oturtuluyor. Ama böyle bir akımın olduğunu hepimiz zaten kabul ediyoruz. Bu akımları da, ırkçı akımları da görmek lazım. Ve buna karşı tedbirlerimizi almamız lazım. Ve her zamankinden daha fazla güçlü durmamız lazım. Maar Turkije heeft zich daar niet mee te bemoeien, was deze week de heldere boodschap uit Den Haag. Çavuşoğlu eist vandaag toch zijn rol op in dit debat. Entegrasyon konusunda bir başarısızlık var mı? Var. O insanların, göçmenlerin geldiği ülkelerle, göçmenlerin yaşadığı ülkeler arasında koordineli bir çalışma yapılması gerekiyor. Neticede Hollanda vatandaşı olsalar da, onlar da bizim soydaşımız. Bazıları işte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hala. Onlara yönelik bu tür ağır eleştirilere karşı bizim de hassas olmamız ya da böyle bir açıklama yapmamız doğal. Lucas, het lijkt wel bijna ook een steekspel rond woorden te worden. Wat wil hij nou? Nou, hij zei wel 5-6 keer tegen ons, luister nou, dit is echt geen poging om ons te bemoeien met het beleid in Nederland. Wij willen het beleid niet beïnvloeden, maar je kunt ook van Turkije niet verwachten dat met alles wat we zien gebeuren in Europa, het racisme wat hij ziet gebeuren, wat hij ziet gebeuren in Europa, dat Turkije gewoon stil in de hoek gaat zitten en zwijgend gaat zitten toekijken. Europa en Nederland zijn altijd als een adder gebeten. Ziet dat al heel snel, dat soort opmerkingen, als dat Turkije toch invloed wil blijven uitoefenen op Turkse immigranten die juist moeten integreren in de Nederlandse, in de Europese samenleving. Deze man zegt, Europa, kom nou eens uit die kramp. Laten we, dat is de meest positieve uitleg van zijn woorden vanmiddag, laten we samenwerken, laten we samen nadenken over oplossingen.
Eerder deze week was de Nederlandse regering dus verontwaardigd over de verklaring. Laten we nog eventjes kijken naar premier Rutte. Die zei het vrijdag zo. Wat ik weet is, de minister van Buitenlandse Zaken die volstrekt duidelijk maakt naar ons dat het niet bedoeld is om zich te bemoeien met de Nederlandse politiek. En dat is voor mij de kernzaak hier. We bepalen hier ons eigen beleid. We hebben geen enkele behoefte om daar vanuit Turkije adviezen over te krijgen. Dat waren heel harde woorden van Rutte vrijdag. Kun je wat de minister vandaag gezegd heeft toch als een soort toenadering beschouwen? Nou, hij was ook wel af en toe een beetje pissig, kun je bijna wel zeggen hoor. Hij zegt, jullie meten verschrikkelijk met twee maten. Hè? Als bijvoorbeeld vorig jaar hier in Turkije de pleinen vol stonden met demonstranten die meer democratie eisten en Turkije daar keihard tegen optrad. Toen waren ministers als Rutte, mensen in Europa, die stonden vooraan in de rij om harde kritiek te leveren op Turkije. Als Turkije dan eens een keer wat wil zeggen over de problemen in Nederland, in Europa, dan moet Turkije zijn mond houden. Dan wordt dat gezien als bemoeienis. Nou ja, toenadering. Ik heb ernaar gevraagd. Ik heb gevraagd bijvoorbeeld, is het dan niet, als u toenadering zoekt, als u wil samenwerken, is het dan niet beter om bijvoorbeeld nu die felle verklaring van de week, waarin werd gesproken van racisme, hè, waar die in Nederland echt verkeerd is gevallen, om die in ieder geval van die website te halen. En toen zei hij heel duidelijk tegen mij, meneer Waagmeester, vergeet het, die verklaring blijft gewoon online. Lucas, dankjewel. Het was een paar dagen relatief rustig in de pluimveesector, maar vandaag werd opnieuw een geval van vogelgriep bekend. Deze keer in Zoeterwoude. Het nieuws over die nieuwe besmetting komt hard aan. Als een enorme domper. Een zware tegenslag. We hadden gisteravond de uitslag van de eenden die in heel Nederland gescreend zijn. En daar kwam uit dat er geen besmettingen waren, dus daarmee waren we erg blij. Maar vannacht werden we toch verrast, onaangenaam verrast met deze besmetting bij legkippen in Zoeterwoude. De uitbraak van de vogelgriep is het vijfde geval in twee weken tijd. De eerste besmetting werd op 15 november ontdekt op een bedrijf in Hekendorp. Vijf dagen later dook het virus op in Ter Aar. En in Kampenveen waren twee bedrijven besmet. En nu dus bij een bedrijf in Zoeterwoude. Rond 12:30 komen de eerste vrachtwagens aan bij het bedrijf in Zoeterwoude. Met het gas dat ze bij zich hebben worden de 28.000 kippen vandaag allemaal gedood. Het is het vijfde bedrijf waar vogelgriep is vastgesteld. Of het ook dit keer om de gevaarlijke H5N8 variant gaat, wordt vannacht duidelijk. Bij vier pluimveebedrijven in de buurt wordt extra gecontroleerd op de besmettelijke ziekte. Precies twee weken geleden was de eerste uitbraak van vogelgriep bij een bedrijf 30 kilometer verderop. Wat onze taak is, zorgen dat het zo klein mogelijk blijft en zo snel mogelijk het land uitgaat. En daarvoor is het belangrijk dat je inderdaad kijkt of je die link kunt vinden. Of het iets met trekvogels te maken heeft, of het iets met wilde eenden te maken heeft, dat onderzoeken we nu. We hebben alle eendenbedrijven in Nederland nu gescreend en gekeken van, is daar iets aan de hand? Dus wij werken daar heel erg hard aan, maar het is een hele moeilijke materie. De kippen worden in de stal vergast. Het weghalen van de dode dieren gaat in ieder geval nog de hele avond duren. De uitbraak hier betekent dat er voorlopig nog geen einde komt aan de grote onzekerheid voor boeren in de pluimveesector. De afgelopen weken is intensief onderzoek gedaan naar de oorzaak van de uitbraken, maar die is nog altijd niet gevonden. En dus blijft de angst dat de vogelgriep zich verder gaat verspreiden. De prijs van benzine en diesel heeft het laagste niveau bereikt van de afgelopen 3 jaar. En die zal nog wel blijven dalen, omdat de OPEC, het kartel van olieproducerende landen, het afgelopen week niet eens werd over het beperken van de productie. Feest dus aan de pomp, zou je denken. Want er gaat niet meteen overal de vlag uit. De kastuinbouw in het Westland is een van de grootste energieverbruikers van Nederland. Al het olienieuws volgen ze daar scherp. Wij zitten daar kort op, want energie is 25% van de kostprijs van ons product. Maar in het Westland gebruiken ze geen olie, maar gas. De olieprijs geeft richting aan de gasprijs. Maar met die gasprijs is ook nog wat anders aan de hand. De aardgasprijs wordt eigenlijk, en dat is het tegenovergestelde effect, wat wij zien van dat drukkende effect van die olieprijs, is het risico op oorlog in Oekraïne, wat eigenlijk een prijsopdrijvend effect van de gasprijs. Daarom is het nog geen groot feest in de kassen. Aan de pomp wel. Je merkt dat het een euro of 4, 5 op een volle tank is. Ja, en dat is nog altijd lekker. Kan je altijd weer wat lekkers halen onderweg. Toen de prijs hoog was, gingen klanten naar goedkopere tankstations zonder winkeltje en personeel. Dat betekent dus dat heel veel mensen die dus voorheen onbemand tankten, zie je langzaamaan weer terugkomen. En weer de gezelligheid van tanksen opzoeken. Prettig aan de pomp, die lagere olieprijs. Maar er zit een addertje onder het gras. Voor langere termijn contracten is de olieprijs gekoppeld aan de gasprijs. Ja, een lagere olieprijs betekent dus ook minder inkomsten uit gas voor de Nederlandse staat.
En het saldo van de overheid kan daardoor wat slechter uitvallen. Maar toch het eindresultaat voor de economie? Ja, dat is voordelig voor consumenten. Die houden wat geld over bij een tankbeurt bijvoorbeeld, geven ze wat minder uit. Ze geven bijvoorbeeld wat meer geld uit bij de groenteboer. Die gaat daarmee naar de kapper. Die geeft dat geld weer uit in een restaurant. En zo zwengelen we samen die economie weer een beetje aan. Een man van 61 uit Groningen zit vast omdat hij een inbreker in elkaar heeft geslagen. De 31-jarige inbreker ligt in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis. De dief brak afgelopen nacht in. De bewoner betrapte hem en er ontstond een worsteling waarbij de bewoner de inbreker uitschakelde. De twee kennen elkaar. De bewoner is erg overstuur. We houden zeker rekening met zijn gemoedstoestand. Dus we weten nog niet hoe het gebeurd is. We zitten op zijn verhaal te wachten natuurlijk. We weten dat er een mogelijke overval heeft plaatsgevonden en dat er behoorlijk geweld is gebruikt. Omdat het onderzoek nog niet is afgerond, zit de man vast. De douane heeft in de Rotterdamse haven vrijdag 3000 kilo cocaïne gevonden. Dat is de op één na grootste drugsvangst in de haven. De cocaïne was verstopt in een container met cassaves uit Costa Rica. En de drugs hadden een straatwaarde van ruim 120 miljoen euro. Ze zijn inmiddels vernietigd. Het was vandaag de laatste koopzondag voor Sinterklaas. Veel mensen die hun inkopen doen en dus winkels die een leuke omzet draaien. Maar voor speelgoedwinkels is dat geen uitgemaakte zaak. Die hebben het steeds moeilijker. We kopen met z'n allen sowieso minder speelgoed. In 2008 gaven we nog meer dan een miljard uit. Vorig jaar was dat gedaald tot 780 miljoen. En daarvan nemen de internetbedrijven dan ook nog eens een steeds groter deel voor hun rekening. Vooral de kleinere speelgoedwinkels hebben het moeilijk. 10 jaar geleden waren er nog meer dan 750. Nu zijn het er nog maar 300. Het is het verhaal van de cd-winkel, de videotheek, de fotozaak en het reisbureau. De terugtocht uit de dure, drukke winkelstraten naar de goedkopere buitenwijken, waar de liefhebber je toch wel weet te vinden. Schaal 1 op 24 is speciaal voor de zwijgpaarden. Oké. Okay. Dus moet je wel even opletten, als je dan 1 op 32 ziet, passen je paarden er niet in. Dat er nog speelgoed speciaalzaken zijn zoals deze, het komt vooral door winkeliers die al heel vroeg wisten wat ze later wilden worden. Ooit was ik een kind van 2 jaar, kreeg mijn eerste trein. En sinds die leeftijd verzamel ik modeltreinen. Ik weet ook niet wat het is. Het is iets wat ik zeg, het geeft een extra waarde aan je leven. Als er dan ook nog een vrouw je pad kruist met zo ongeveer eenzelfde levensblik. Zelfde manier dat ze je aankijken. En echt, er is geen enkele beer hetzelfde. Dan is er een duurzame basis die sterker is dan de tucht van de markt. Het is een hele hoge kapitaalinvestering. Dat kunnen we doen omdat de winkel onze hobby is, al vele jaren. En daardoor kunnen we ons permitteren, zeggen nou als we wat verdienen, dan steken we terug in de winkel. Dan kan je dit opbouwen. Er is geen bank die je dit zal lenen, omdat het geen rendement heeft. Daarom ook houden beide echtgenoten er ook nog een baan als gemeenteambtenaar op na, naast de winkel. Maar er zijn ook nog wel kansen voor startende ondernemers die geheel zelfstandig willen gaan opereren. Buiten de bulk van de grote winkelketens. Zorg dat je onderscheiden bent, dat je een duidelijk ander assortiment hebt. Dat je specialist wordt in bepaalde categorieën. En zorg dat je authentiek blijft. Dan is er kans op overleven. Dan geloof ik dat er voor een kleine groep kans op overleven is. Ga naar het weer. Gerrit, is het nog ergens licht geweest vandaag? Nou, het was inderdaad een donkere dag. En dat is iets wat vaak voorkomt zo op het grensvlak van herfst en winter. Morgen is het 1 december, dan begint de meteorologische winter. Ja, en dit was het beeld vandaag. Veel bewolking, een beetje nevelig ook op veel plaatsen. Maar toch was het wel best wel een bijzondere, redelijk bijzondere dag. Want er is nog een behoorlijk veel regen gevallen in het westen van het land. Daar zien we nog wat van hier op de radar. Er ligt een klein lage drukgebiedje. Dat is nu wel aan het wegtrekken overigens. Maar er was toch wel opvallend actieve buien die eventjes langs trokken. Nou, vannacht dan krijgen we toch weer droog weer. Met eigenlijk overal wel bewolking. Er kan ook wat mist ontstaan. Temperaturen die zakken zo naar waarde rond het vriespunt. Net iets erboven of net iets eronder. Het scheelt allemaal maar heel weinig. En morgen dan hebben we ook een grotendeels bewolkte dag. Betekent ook dat de temperatuur maar nauwelijks omhoog komt. Misschien aan het eind van de dag in het oosten een beetje zon. En verder temperaturen van 0 tot 3 graden. En daarna, ja, weinig verandering. We houden veel bewolking. Temperatuur die varieert wat. Iets boven 0 overdag en iets onder 0 s'nachts. En dat blijft eigenlijk zo'n beetje de hele week voortduren. Turkije wil een rol spelen in het Nederlandse integratiebeleid, hoewel de Nederlandse regering daar niets voor voelt. Want integratie kan alleen slagen als er samenwerking is tussen de landen waar mensen vandaan komen
en waar ze nu wonen, zegt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. En dat was het. In Nieuwsuur vanavond aandacht voor het debakel rond de hogesnelheidslijn en de aankoop van de Vira. De Nederlandse regering is verantwoordelijk geweest voor de problemen, zo blijkt uit een boek. Om 10 uur in Nieuwsuur op NPO 2. Heel fijne avond verder.